Een overval op een McDonald's in Arnhem. Een man probeerde de fastfoodketen met een vuurwapen te beroven. Inwoners van Apeldoorn krijgen geld van de gemeente om Oud en Nieuw te vieren. Zo, dat is koud. Ik zou het niet doen. En precies 25 jaar geleden sloot Zendstation de Radio Kootwijk. Bij deze sluit ik het radiostation Kootwijk voorgoed. Goedenavond. Het was gisteren flink schrikken in winkelcentrum Kronenburg. Een man overviel daar de McDonald's en hij gebruikte daarbij een vuurwapen. De overval gebeurde rond 6:30 s'avonds, een half uur voordat het restaurant eigenlijk zou sluiten. Vanwege het mogelijke gevaar gingen agenten het winkelcentrum binnen met kogelwerende vesten aan. Via Burgernet werd een signalement van de dader verspreid en een politiehelikopter cirkelde langere tijd boven Arnhem-Zuid. De overvaller is nog niet aangehouden. De politie heeft al wel getuigen gesproken, maar hoopt dat meer getuigen zich melden. Een woordvoerder van McDonald's noemt het voorval enorm vervelend en echt vreselijk voor de medewerkers. Er wordt slachtofferhulp aangeboden voor de medewerkers die dat wensen. Het bedrijf laat weten vertrouwen te hebben in de politie en kijkt de komende weken hoe het gaat met het personeel. Of de overvaller iets buiten heeft gemaakt, dat is nog onduidelijk. Dan iets anders. Een 18-jarige man uit Scherpenzeel is overleden na een ongeluk tussen twee crossmotoren in Stroe. Het ging gisteravond mis op de Haarweg. De twee motoren zouden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hulpdiensten kwamen massaal naar de plek van het ongeluk, waaronder een traumahelikopter. Een 17-jarige uit de gemeente Barneveld is behandeld in het ziekenhuis. Er is ook nog iemand anders gewond geraakt, maar daarover is weinig bekend. In Nijmegen, Arnhem en Apeldoorn mag dit jaar geen particulier vuurwerk worden afgestoken. Maar om Oud en Nieuw wel te vieren, organiseert Apeldoorn een aantal aftelfeesten in de stad. En ook is er geld vrijgemaakt voor inwoners om samen het nieuwe jaar in te luiden. 75.000 euro om precies te zijn. De subsidie kon worden aangevraagd om bijvoorbeeld met de buurt oliebollen te bakken of zelf een aftelfeest in de straat te houden. Er zijn bijna 70 van dat soort ideeën door de gemeente Apeldoorn goedgekeurd. Zo ook het initiatief van Fred. Hij zet zich met hart en ziel in voor zijn buurt. Al enkele jaren organiseert hij een nieuwjaarsduik en een popquiz. De bekers wachten op hun nieuwe eigenaar. En de laatste voorbereidingen voor de nieuwjaarsduik en de popquiz worden nog gedaan. Het is inmiddels een traditie. Begonnen zo 4-5 jaar geleden in de buurt. Hier net rondom de Wolvenbos kwamen zo'n 10-15 man bij elkaar die dan nieuwjaarsduiken. En daarna het borreltje, de knuffel voor het nieuwe jaar. En dat groeit steeds meer uit. Deelnemers krijgen dit jaar zelfs een aandenken mee naar huis. En nu we dit zagen dat we een subsidie konden krijgen als we iets leuks organiseren, hebben we bedacht om zeg maar een handdoek te pakken dat als ze uit het kanaal komen. En dat gaat nogal snel, hè, erin en er heel snel weer uit. Handdoek om en dan naar een, denk ik, een flinke borrel om het weer warm te krijgen. Maar om die felbegeerde handdoek te krijgen, moet je wel het water in. Die temperatuur. Zo, dat is koud. Ik zou het niet doen. Maar ja, morgen heb je een paar van de helden die het wel gaan doen natuurlijk. Iemand die het koude water gaat trotseren is Lars, die uit ervaring weet dat het afzien is. Vorig jaar was het weer was lekkerder warm, maar het water was volgens mij nog kouder. Dus het wordt wel even pittig, ja. Maar dat hoort er ook al bij, toch? Afsluiten met een borrel? Ja, meerdere borrels, denk ik. Ja, de kratjes bier, de broodjes hamburger en de borrels, die zullen daar zeker staan. Op een frisse duik, man. En een fris nieuw begin. Proost! Proost. Lekker, man. Ah, heerlijk, hè? Straks natuurlijk nog veel meer over de jaarwisseling, waaronder oliebollen. Want vandaag staan de mensen volop in de rij voor een zak van hun favoriete bakker. Ik kan niet wachten. Ik ben de lekkerste van Nederland. 7 inwoners van het rivierengebied zijn opgepakt voor een brand in Waardenburg. Een stapel banden ging daar in vlammen op. Volgens de politie was dat gevaarlijk voor omliggende huizen. Agenten vonden tijdens hun onderzoek ook meer dan 650 kilo illegaal vuurwerk. Dat is in beslag genomen. Een van de opgepakte verdachten ging bij vorige jaarwisselingen ook al de fout in. Daarom krijgt diegene nu een boete van 5000 euro. De gedachtenisruimte in Putten is beklad. Het is het gebouw waarin het verhaal van de razzia in Putten wordt verteld. Op het monument is met groene graffiti een Davidster met een streep erboven en eronder getekend. Ook is de tekst 7 oktober 23 geschreven. Dat is de datum waarop Hamas Israël aanviel. De beheerder van het gebouw noemt de actie triest en heeft aangifte gedaan.
En meerdere personen hebben een bord gestolen van horecagelegenheid De Waag in Doesburg. De dieven lieten een briefje achter met de volgende tekst. Jullie bord moet een ander pand tot leven wekken. Dat is waarom we hem hier wegtrekken. De eigenaar van De Waag is niet te spreken over de actie en geeft de dieven tot morgen om het bord terug te brengen en excuses te maken. Anders worden herkenbare beelden van de groep, inclusief het kenteken van de auto waar ze in reden, online gegooid. Het is vandaag exact 25 jaar geleden dat zendstation Radio Kootwijk sloot. 75 jaar lang verzorgde de zender verbindingen via de ether over de hele wereld. Inmiddels is het zenderpark op de Veluwe met het iconische gebouw A een toeristische trekpleister. Bij deze sluit ik het radiostation Kootwijk voorgoed. Op die zondag ben ik hier weer naartoe gegaan om even te kijken of alles vergoed in mijn eentje. En die zondag was het dood en doodstil, net zoals we nu even niks zeggen. Deze stilte. Ja, en dan moet je toch even een paar keer slikken. Na de sluiting van Radio Kootwijk volgde een lange periode van onzekerheid. Niemand wist wat er met de gebouwen moest gebeuren. Er werden tal van gesprekken gevoerd met organisaties die wat in het zendcomplex zagen. Maar dat was niet makkelijk. Er zijn hele grote waarden hier. Cultuurhistorische waarden, zijn landschappelijke waarden, natuurwetenschappelijke waarden. Ik zat als regio-directeur Stadsbosbeheer daarbij en zei, nou, en misschien kunnen we het dan ook zelf wel doen. En zo geschiedde. Staatsbosbeheer kocht het complex in 2009 voor een symbolische euro, maar stopte daarna nog wel veel geld in de renovatie. De voormalig directeur is nog altijd blij met de beslissing. Dat je dan naar de omgeving kijkt, denk ik, ja, mag er niet aan denken dat het hier vol zou staan met auto's of reclameborden of wat dan ook. Voor de rest is het gewoon rust. Maar met die rust is niet iedereen gelukkig. Die drukte, dat mis ik eigenlijk wel. Vrachtverkeer, huisjes, mensen, masten, antennebouwers, alles bij elkaar. Dat ben je kwijt. Ja, wilt u zien hoe de afgelopen 25 jaar Radio Kootwijk is verlopen? Kijk dan op gld.nl of op ons YouTube-kanaal naar een documentaire over Radio Kootwijk. Goed nieuws voor de liefhebbers van het knalbal in Halle. De jubileumeditie van het feest gaat gewoon door. Met mannenmacht is gewerkt om hun kapotgewaaide tent op tijd op te bouwen voor de 25e editie. Het feestterrein werd vlak voor kerst verwoest door een windvlaag tijdens storm Pia. Enkele vrijwilligers waren er aanwezig en zagen het misgaan. En hij beurde zo de tent op, de vloer die je met een heftruck moet leggen en die heel zwaar is. En het was net een dominospel, ploep, 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 en het was weg. Nou doen we wel overal van die grote stenen en waterdingen aan om het gewicht een beetje te houden. Maar het is nog, als de wind het pakt, kan je niks tegen doen. Ja, het dorp kwam meteen in actie om de tent weer op poten te zetten. En zo kan de jarenlange traditie vandaag gewoon weer doorgaan. Met alle vrijwilligers en alle mensen van school hebben we alle rommel en alles van de tent wat kapot was opgeruimd. En hopen we nu weer een mooi feest te kunnen gaan vieren, zeg maar. Ja, en een goed oud en nieuw feestje, dat kan eigenlijk niet zonder oliebollen. Sommige mensen bakken zelf, maar een hoop Gelderlanders stonden vandaag in de rij bij hun favoriete bakker. In de rij voor een oliebol. Zeker bij de beste bakkers in Elst en Arnhem. En sommigen halen zelfs de zak niet. Nee, ik kan niet wachten. Ik ben de lekkerste van Nederland. En dat betekent dat de bakkers heel, heel veel moeten bakken. Ik zal het niet meer weten, echt waar niet. Ik tel ze niet. Genoeg. En we hebben een 12 uurtjes te gaan, dat zeg ik maar uit. Een goede 100.000 in. En dat wachten, dat hebben de klanten er graag voor over. Ja, we hebben er zin in. Dat hoort erbij, hè, de jaarlijkse traditie. Ja, in de rij hebben we oliebollen, ja. Voor de eerste keer hier zo kijken of we oliebollen. Dat lust je wel, hè? Ja, hè? 12 uur vannacht, dat halen de bakkers niet. Meestal sturen we 9:30 wat vuur afsteken voor de kinderen. En dan nog een borreltje en dan bedden. Vanavond, als ik thuis ben, doe ik mijn ogen dicht. Ga ik slapen. Maar geen medelijden, want het bakken van oliebollen is goede business. Ja, de vakantie is al geboekt, joh. 13 januari, 4 dagen New York en dan een cruiseschip op. En dan de Bahama's, Bermuda en dat soort dingen allemaal. En dat allemaal dankzij de bollen. Ja, en dan, wat gaat het weer doen? Kan je rond middernacht zien wat voor vuurwerk de lucht in gaat? Nou, het kan hier en daar een spatje regenen, maar de wind is vannacht wel een aandachtspunt. Het is namelijk een vrij krachtige wind en dus moet je extra oppassen met het afsteken van vuurwerk. Vanavond wisselen eerst buien en droge perioden elkaar af. Het koelt vanavond en vannacht af naar een graad of 7.
Morgen komen eerst veel buien voor, mogelijk zelfs met wat hagel of onweer. In de loop van de middag wordt het droger, met soms wat ruimte voor de zon. De temperatuur komt rond 8 graden uit. Ook in het nieuwe jaar blijft het wisselvallig en zacht. Vooral dinsdag verloopt kletsnat. Later in de week gaat de temperatuur langzaamaan omlaag. Maar van echte winterkou is vooralsnog geen sprake. Tot zover het Gelders nieuws. Alle gebeurtenissen rond oud en nieuw volgt u via onze website en de app. En na de reclame kunt u kijken naar onze traditionele uitzending over kampioenschieten. Vanuit verschillende plekken in Gelderland. Ik wens u een knallend uiteinde toe. Doe voorzichtig en graag tot volgend jaar. Oftewel morgen. Dag.